2019, het Rembrandtjaar. Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfdag worden op veel plaatsen tentoonstellingen en lezingen gegeven. Er zijn radio- en tv-programma's. Baarn heeft zijn eigen Rembrandtkenner, dokter Gerda Hoekveld. In 2006, het 400ste geboortejaar van Rembrandt, schreef ze De God van Rembrandt en in 2018 Sprekende Spiegels. In deze boeken voegt zij een dimensie toe aan interpretaties van de schilderijen van Rembrandt. Door haar enorme kennis van de geschiedenis, de kunstgeschiedenis, de iconografie, de theologie en het religieuze klimaat van die tijd. In de komende uitzendingen staat steeds een kunstwerk van Rembrandt centraal. Ondertussen zijn we weer een stukje verder. Wat we dus ook nu gaan doen, is kijken hoe Rembrandt de spot drijft door middel van Bijbelse verhalen met Frederik Hendrik. Dat is Simson. We gaan twee Simpsons laten zien. Hier is Simson en dit is Simson en dit is Simson. Allebei Simpsons. Het zijn geen leuke plaatjes, eerlijk gezegd. Simson wordt gezien als een voorafbeelding van Christus, omdat hij een held is die zijn volks verlost heeft. Nou, dan lees je de Bijbel slecht. Maar goed, zo gaat dat meestal met verhalen. Rembrandt is degene die de Bijbel niet slecht leest, maar heel goed. En hij weet dus precies wat er aan de hand is en hij relateert het ook aan wat er buiten op straat gebeurt en over de grenzen ook nog. Simson heeft op een bepaald moment heeft hij een verdrag gesloten met een buitenlandse vorst. Maar dat verbreekt hij en dan krijgt hij de spijt van, vermoordt hij eerst een heel stel mensen en dan komt hij weer terug naar zijn schoonvader en zegt, nou neemt hem niet kwalijk, maar ik wil toch eigenlijk wel, zullen we toch maar doen? Nee, zegt dan die schoonvader, wil ik niet meer, ik heb nog een andere dochter, ander verdrag. Maar dan zegt Simson, nee, maar nou dan wordt hij boos, weer boos, dit keer ben ik onschuldig als ik jou kwaad doe. Oh. Dus de eerste keer was je ook schuldig. Ja, maar nu zegt wat hij doet, dan steekt hij dus gewoon het huis van de vader in brand. En al het staande koren gaat er ook nog aan. Dus hij maakt dus een verschrikkelijke roofdok. Nou, dat is wat dus deze Simson doet. Nou is het dus in 1634 zo, is Philips IV, is zo arm als de kerk wel echt werkelijk is. Aan de schatkist, de bodem van de schatkist is al jaren zichtbaar. En die wil van die oorlog af. En hij stuurt Rubens onder andere als diplomaat alsmaar naar Den Haag, maar die krijgt hij weer geen paspoort, mag er weer niet in, om een vrede te onderhandelen met Frederik Hendrik en de Staten-Generaal. Lukt alsmaar niet en het lukt alsmaar niet. En Philips wil alleen maar vrede. Nou, krijgt hij allemaal niet. En dan is er dus, en dan komt dus die Ferdinand IV komt eraan en dan gaat dus, Frederik Hendrik trekt richting de zuidelijke Nederlanden. En steekt dan Tiene, een klein stadje, in brand. Waarom? Omdat hij gewoon, hij steekt het in brand. Een schandaal, echt een verschrikkelijk schandaal. Dat is dus hier, we zien dus hier Frederik Hendrik, die dus inderdaad tegen Philips de Vierde gaat zeggen, ik ga jou kwaad doen en ik ben dit keer onschuldig. Maar dat is hij niet, want hij steekt dus Tiene in brand en het is een drama. En daar spreekt echt de hele wereld van die tijd dus een beetje schande van. In dit boek van de Brabant in het Verweer staat er uitvoerige, echt onwaarschijnlijk veel gedichten staan erin over deze daad, die dus heel slecht was. En de tegengedichten die kwamen er dan ook voor. Goed, hij staat dus voor een deur en nog twee negertjes. En dat is best wel grappig, want wat was er aan de hand? Philips IV wilde namelijk een vredesverdrag sluiten en dan had hij daarvan gezegd, dan krijgen jullie Breda, want die was nog steeds in de Spaanse handen, de stad van de Nassau's, dan krijgen jullie Breda terug, maar dan krijg ik alle steden langs de Maas weer terug. En heb ik dus blijf ik de controle houden over de zeevaartroute naar de koloniën, die hier dus staan afgebeeld, die negertjes staan er ook niet voor niks te herinneren aan de koloniën. Dat was natuurlijk geen propositie voor Frederik Hendrik en daarom was hij zo boos. Dus daarom steekt hij dus Tiene in brand. Maar echt schuldig was hij dus niet. En kijk, dit is het plaatje van Tiene. Dit is Frederik Hendrik, die dus weliswaar verslagen wordt door het leger van de kardinaal Infant. Daar gaan die mede, zal ik maar zeggen. Maar het loopt slecht af met die veldtocht. Maar ondertussen is er wel een hele stad gewoon aangegaan. Een soort
Srebrenica, zou je kunnen zeggen. De vervolging werd echt vermoord. Er staat hier een avond voor de spot. Een avondmaalstafel met allemaal doodskoppen erop in het kaarsje van het Calvinistische christendom. Een hele leuke, ja, vreselijke spotprent in ieder geval. Ze konden er vroeger ook wat van, hoor. Wat dat betreft spotten. Dat was het verhaal. Maar die poort, want waarom is daar die poort? En die poort, dat was namelijk van groot belang, want wat was de poort van de Nederlanden? Dat was namelijk de Schenkenschans. Dat is dat ding, dat ligt bij Lobith. Jij ligt er nog steeds, je kan er nu naartoe varen. Met een, oh nee, ik denk wel dat je er met een autootje komen kan tegenwoordig. Maar toen lag je dus midden in de dings. En het idee was, als je de Schenkenschans kon veroveren, dan had je de poort tot de Nederlanden in handen. En dat was een overwinning. En die heeft hij in 1635 geboekt, Ferdinand de Vierde. Dus de broer van de Spaanse koning. Dat was een belangrijker overwinning, belangrijker dan Parijs overwinnen. Zo belangrijk achter de Spaanse koning de Schenkenschans. Nou, die staat hier, dat is dus die poort. Maar, en dat is die poort, staat ook voor de poort van Loevestein. Want daar heeft dus Vondel een gedichtje over geschreven, dat die was nog steeds dicht. Er zaten nog steeds een heleboel, meer dan 14 of 15 remonstrantse dominees gevangen sinds 1619, toen ze dus naar Loevestein werden gestuurd. Dus Hugo de Groot is gevlucht, maar die remonstrantse dominees die zijn er allemaal verpieterd. En want er was niemand meer die een kist had. Dus dat was dus, die poort heeft een soort dubbele betekenis bij deze figuur die daardoor Frederik Hendrik is. En dan dit verhaal, dat is een ietsje pietje later. Dat is een verhaal apart. Hier ligt dus Simson, die wordt dus dan blind gemaakt, omdat zijn vrouw Delilah het geheim van zijn kracht heeft ontfutseld. Nou, dat is dus best een grappig verhaal. Je zou het kunnen zeggen, want het was al het einde van Simpsons een beetje. Hij wordt dus hier in de toom gehouden. Dat staat dus helemaal niet in de Bijbel. En hij ligt hier ook in een legertent. Dus Simpson ligt niet in een legertent. Die zat gewoon bij de Lila thuis. Maar hier is hij echt een generaal in zijn legertent. En hij wordt er 1, 2, 3, 4, 5 mannen in toom gehouden en gevesseld, dus geboeid. En zijn haar wordt dus weggehaald. Dat betekent, en dat moeten we goed onthouden, dat Simpson werd dus heel vaak, ook in toneelstukken, ook het toneelstuk van Nieuwland was nog in die tijd aan de orde, Simpson was Frederik Hendrik. He, dus die gelijkstelling, dat vond men in die tijd echt gewoon. Hier ligt dus Frederik Hendrik, die door 5 provincies, want hij was slechts stadhouder van 5 provincies en meer niet. De rest was van die in het noorden waren, dus van de Casimir-tak. 1, 2, 3, 4, 5 provincies houden hem vast. En de stedenmaagd, oftewel de staten-generaal, ontnemen hem zijn kracht. Dat wil zeggen, ze geven hem gewoon geen geld meer voor zijn veldtochten. En ook, hij kon geen soldaten meer betalen, hij kon geen veldtocht meer organiseren. Nou, dan ben je als stadhouder ben je machteloos. En zo ligt hij daar. En het bijzondere van dit schilderij is dat Rembrandt dit geschilderd heeft voor Constantijn Huygens. Nou, is Constantijn Huygens is de secretaris van Frederik Hendrik. En Constantijn Huygens was verantwoordelijk voor de kunstschatten en de schilderijen, van alles voor de nieuwe paleizen van Frederik Hendrik. En hij zegt, en Rembrandt stuurt, het is een immens schilderij, dus het was heel kostbaar, want verf was kostbaar, echt, het is een muurvullend schilderij, stuurt hij naar Constantijn Huygens en dan zegt hij, ik weet dat u het niet wil hebben, het is tegen uw wens, maar ik wil het. Ik wil dat u dit schilderij ophangt in goed licht en zodanig dat je op een zekere afstand het goed, helemaal goed kan zien. Met andere woorden, kijk goed naar je eigen baas. Dat is eigenlijk wat hij zegt met al je vrienden en vriendinnen die bij jullie op de koffie en de drank komen. Dus dat is eigenlijk, dat is wat, het heeft hij dus gestuurd naar Constantijn Huygens om in goed licht te hangen, sterk licht te hangen. Dat is een van die weinige brieven, een van de weinige teksten die we überhaupt van Rembrandt hebben, is deze tekst. En dat is dus eigenlijk heel apart van dit verhaal. En waarom is dit zo grappig? Waarom was hij zo ontzettend boos op Constantijn Huygens? Omdat hij had een opdracht gekregen van om een passiereeks te schilderen, over het lijden van Christus, voor die paleizen van Frederik Hendrik. En toen zei Rembrandt, ja, maar ik ben 2 keer zo goed als Rubens, dus ik wil ook 2 keer zoveel geld hebben als Rubens. Nou, dat kreeg hij dus niet. En dat is de reden waarom hij dus dit schilderij naar Constantijn Huygens stuurde, onder andere. En dan schildert hij zichzelf als Roerdomp. Waarom? Om te laten zien, ik ben wel gulzig. Want Roerdomp
heeft twee buiken en dat staat. Dat is de symboliek in de, sinds de middeleeuwen voor een van de hoofdzonden. Dat je, ben je zo gulzig dat je wilt twee keer zoveel hebben. Je wilt twee magen hebben, twee buiken hebben. Dan ben je een roerdomp. En hier schildert Rembrandt zichzelf. Hier is een zelfportret als roerdomp. Dus hij stuurt dit tegelijkertijd spot hij met zichzelf.